Omslaggever Manon van Bergen is in Vijfhuizen. Manon, we zagen op tv ja, heel veel verdriet bij elkaar, hè? drie jaar na dato. Denk je dat de mensen iets hebben aan zo'n herinneringsplek? Ja, dat denk ik wel zeker, Arjo. Die herdenking hier vandaag die was bijzonder indrukwekkend. Er is heel mooi gesproken, er is heel mooi gezongen. En de Luchtmachtkapel speelde ook echt prachtige muziek. Uh, het verdriet, dat kon je echt wel heel duidelijk voelen, hè? vooral bij het oplezen van de namen. Er uh, kwam heel veel emotie uh, bij kijken, uiteraard. Um, maar het thema van vandaag was wel voortleven. En dat is natuurlijk ook de gedachte achter het monument hier. Er zijn bomen geplant. Die bomen gaan dadelijk groeien en bloeien. En ja, zo leven de slachtoffers eigenlijk voort hè? in de gedachten van de mensen. En zullen ze nooit vergeten worden. Na de herdenking sprak ik ook even met de familie De Roo uit Helmond. Zij verloren hun vader Joop, Joop De Roo. En voor hen is deze plek nu extra bijzonder geworden. Ik zei al, we hebben eigenlijk niets waar we naartoe kunnen. En ja, nu hebben we echt gewoon een plek om met de kinderen ook naartoe te gaan. Om opa Bali te herdenken, zeg maar. Ja, min of meer. Ja, en ja, goed, normaal heb je een begraafplaats of wat dan ook. Dat hebben we nu hier voor teruggekregen, zeg maar. En ja, dat is prettig, ja. Ja, Manon, we hebben allemaal kunnen zien hoe die herdenking in zijn werk ging. Daar uh, in Vijfhuizen gebeurde er na die herdenking nog iets. Ja, na de herdenking uh, gingen mensen allemaal bloemen leggen bij het uh, monument. Uh, wat hier dus midden in het uh, herdenkingsbos is geplaatst. Daar staan alle namen op van de 298 slachtoffers. Iedereen uh, deed dat ook, iedereen had ook bloemen meegenomen. En daarna gingen eigenlijk uh, heel veel nabestaanden bij elkaar wat napraten. Je kon ook wel merken dat ze dat prettig vonden. Dus gingen ook even in groepjes bij elkaar staan. Uh, ja, even delen wat ze nu natuurlijk weer hebben ervaren met elkaar. En de koning en de koningin die waren er vandaag dus ook bij. En wat mij opviel, is dat zij echt midden tussen de mensen gingen zitten. En ook na de herdenking eh, naar die groepjes nabestaanden gingen om even met ze na te praten. En ik kon wel merken dat eh, de nabestaanden die hier vandaag waren, dat waren er ruim 2000, die konden dat heel erg waarderen. Manon van Bergen, dankjewel.